Kamervragen over vurige Utrechtse jaarwisseling. En dierentuinbewoners tuigen graag uw kerstboom af. Goedenavond, u vandaag van zondag 4 januari. Er was voor gewaarschuwd en er was ook gestrooid, maar dat kon niet voorkomen dat het toch misging. Vooral in onze regio en in het zuiden van het land werd het glad door bevriezing van natte weggedeelten. En er gebeurden meerdere ongelukken, bijvoorbeeld hier op de A28 bij Zeist en Soesterberg. Op die weg en ook op de A12 verlaagde Rijkswaterstaat op een gegeven moment zelfs de snelheid naar 50 km per uur. Volgens een woordvoerder was er op tijd gestrooid, maar was er niet veel verkeer, waardoor het zout niet goed werd ingereden. En ook het treinverkeer had last van de vorst. Tussen Ede-Wageningen en Barneveld konden bijvoorbeeld geen treinen rijden door rijp aan de bovenleiding. De nieuwjaarsnacht in de stad Utrecht heeft geleid tot kamervragen. Volgens de ex-PVV'ers Bontes en Van Klaveren, nu samen de Partij voor Nederland, was er in de stad sprake van massaal vandalisme. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Utrecht zelf spreekt van een redelijk rustige nacht, terwijl er meer dan 30 auto's in brand vlogen, hulpverleners werden bestookt met vuurwerk en de ME moest worden ingezet. Bontes en Van Klaveren willen nu van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie weten wat hij redelijk rustig vindt, hoeveel verdachten er nu nog vastzitten en of hij kan garanderen dat de schade op de daders verhaald wordt. De ex-PVV'ers willen verder dat Opstelten zo snel mogelijk hogere minimumstraffen invoert. 4 gewonden bij een ongeluk met een stadsbus in het Utrechtse Kanaleiland. 1 gewonde zat in de bus, 3 gewonden in een auto die er ook bij betrokken was. Het gebeurde rond 1:11 op de kruising van de Columbuslaan met de Cortezlaan. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald en de politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd. Het Utrechtse GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman is bevallen van een dochter. Het meisje heet Veerle Anneke Post en kwam afgelopen dinsdag al ter wereld. Voortman is tot begin maart nog met zwangerschapsverlof en wordt in de Kamer vervangen door Corinne Ellemeet. De vader is trouwens Ruben Post, oud-fractievoorzitter van de PvdA in Utrecht. Met bloed, zweet en tranen. Het wordt na vanavond even wennen voor Martijn Fischer. Want na ruim 2 jaar en meer dan 500 voorstellingen valt vanavond het doek voor de André Hazes musical Hij gelooft in mij, waarin de Utrechter de rol van de Vinkerveense volkszanger vertolkte. Toch hoeft Fischer Hazes nog niet helemaal te missen. Hij doet nog mee aan Holland zingt Hazes en er komt ook nog een film aan. Her en der in de regio zie je alweer hoopjes gedumpte kerstbomen op straat. Maar er zijn ook mensen die hun boom op een originelere en leukere manier het huis uit hebben gewerkt. Ze hebben hem namelijk vandaag naar Dierenpark Amersfoort gebracht. De beren in Dierenpark Amersfoort willen duidelijk ergens hun tanden inzetten. En vandaag hebben ze geluk. Ik heb meegenomen voor de dieren en een kerstboom, een halve. De andere helft ligt bij de chimpansees, want anders kon hij niet in de auto. Dankjewel. Echt niet. Alle bezoekers mogen bij de kassa hun kerstboom inleveren, want hier weten ze er wel raad mee. Het wordt verdeeld onder een aantal diersoorten. We hebben de beren, de chimpansees, de olifanten, kamelen en tijgers. En die krijgen allemaal op een bepaald tijdstip een portie met kerstbomen. De verzorgers hebben de bomen bij de apen in het hok gehangen. De chimpansees komen nieuwsgierig uit hun verblijf. En even later zit er eentje aan een boom te snuffelen. En daar? Ja, die ook. Die gaat het eten. Gaat die de kerstboom eten? Om 11 uur zijn de beren aan de beurt. Daar gaat de ene na de andere kerstboom over het hek. Wel 1, 2, 3, 4. Ik zag al 5 kerstbomen. Maar wat moeten beren nou met een kerstboom? Opeten en spelen. Ja. Afpakketje doen. Afpakketje doen? Ja, met de kerstboom. De verzorgers geven de kerstbomen aan de dieren om zo het natuurlijk gedrag van de beesten te stimuleren. En bij de beren is het zo dat ze supergoed kunnen ruiken. Ja, en een dennenboom, een kerstboom, dat ruikt heel sterk. En daar gaan de beren extra onderzoeken. Maar net als bij de chimpansees lijken de beren een beetje verrast. Ze weten nog niet veel raad met de bomen. Ze zijn natuurlijk ook een beetje kaal, zo zonder versiering. Heb jij kerstballen nog gezien of een piek ergens? Nee. Nee, hè? Ik zie ook geen pieken meer zitten. Gelukkig hebben die mensen die eruit gehaald. Oh. Nou ja, zie jij al een beer met een kerstbal spelen? Nee, ik ook niet. Bij de beren is het druk, net als op andere plekken in het park. Iedereen die een boom inlevert, krijgt namelijk korting op een toegangskaartje. En er zijn in totaal zo'n 220 bomen ingeleverd. En op de laatste dag van deze kerstvakantie waren er ongeveer 4000 mensen in het Dierenpark Amersfoort.
Nog meer dierennieuws, want een stel uit Amersfoort heeft na een half jaar hun kat weer terug. Boris heet hij. Afgelopen zomer gingen zijn baasjes René en Hanny op vakantie en een vriendin zou eigenlijk voor Boris zorgen, maar die kon hem al heel snel nergens meer vinden. Dit is Boris weer, in de armen van René. Deze week werd Boris namelijk binnengebracht bij een asiel, maar liefst 180 kilometer verderop in Dokkum. Omdat hij gechipt was, kon hij toch weer met René en Hanny worden herenigd. Maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe is Boris helemaal in Friesland verzeild geraakt? De enige mogelijkheid is dus dat hij met ons meegereisd is in dat weekend. Ja, in een loze ruimte onder de motorkap of bij de reserveband of iets dergelijks meegereisd zijn. Ook keurig blijven zitten toen we bij een benzinepomp gestopt zijn onderweg. En ter pas ja, uitgekomen, ook niet op het moment dat wij het bagage uitladen of wat dan ook, want dan hadden we hem wel gezien. En toen René Boris ophaalde, herkende hij hem direct en begon hij heel hard te spinnen. Dus eindt goed al goed. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht veel opklaringen. Het gaat op veel plaatsen een gaatje vriezen. Dus het kan opnieuw glad worden. Uitkijker geblazen. Morgen overdag eerst bewolkt. Smiddags af en toe zon. En koud blijft het. 3 graden. Dit was het. Meer nieuws op onze site en in de app. En morgen rond 12 uur weer in het nieuwe U Vandaag hier op RTV Utrecht. Fijne avond verder. Dag.